Het Malibaan station. Ik heb met het Jadoos gespoord. Voor mij is het voornamelijk het Malibaan station. En ik begrijp nu uit de documentaire dat dat eigenlijk vanaf een betrekkelijk wilstadium een mislukt station was. Omdat dus het bijstation bij de wilstaat al heel snel beter functioneerde dan dit station. En dat dit station eigenlijk nooit meer als station heeft gefunctioneerd na de Tweede Wereldoorlog. Maar wel, en dat is voor mij interessant als museum, want ik ben hier geweest als 10-jarig jongetje in de eerste helft van de jaren 50. En toen was er iets wat er nu niet meer is. En nu hoor ik dat het museum in Grijpen zal worden gereconstrueerd om het geschikt te maken voor alle opwinding en flauwekul van de moderne tijd. En dan zou ik het wel erg op prijs stellen als datgene wat er toen was, dat dat weer terug zou komen. Want merkwaardig nog, in deze ruimte waar u nu bij elkaar zit, en die is gereconstrueerd, is de wachtkamer derde klas heeft. Ja, de meeste van u zijn zo oud dat ze wel begrijpen hoe het met die klassen zit, of moet ik dat uitleggen. Er is geen derde klas meer, dat voorzitter, dat u weet. Is nu de eerste en de tweede klas. Maar heel lang, toen ik jong was, had je een tweede en een derde klas en was er geen eerste klas. Omdat na de oorlog volgens de eerste klas toch, nou ja, dat was een beetje in strijd met het democratische ethos, dus die is afgeschaft. Dus de tweede klas is de eerste klas geworden. En de derde klas is blijven bestaan. Maar dat vonden ze toch na enige tijd zo idioot, dat er geen eerste klas was. Misschien dat buitenlanders speciaal voor naar de eerste klas die er niet meer was. Niet waar dat we nu weer een eerste en een tweede klas hebben. En u weet, feitelijk is de zaak nog heel democratisch, want in de eerste klas zitten net zulke lawaaiige mensen als in de tweede klas. En bovendien is het er volstond als je überhaupt zitten kan. En of je nou een eerste klas kaartje hebt, ja, nee, dat maakt tegenwoordig eigenlijk geen bal. Maar net zoals u weet. Ik kom op mijn avondwandeling altijd naar het Malibaan station. Ik stel het enorm op prijs dat het terug restaureerd is naar zoals het was in de late 19e eeuw. Vooral ook omdat als je er even natuurlijk in de hal gaat zitten, waar je kunt in de hal gaan zitten zonder een kaartje te kopen, en dan kun je filosoferen over het feit wat je direct ziet, dat reizen een luxe zaak was. Dat was iets voor de elite. Reizen was duur, en het spoorkaartje was duur. En je zult zeggen, ja, de elite zit ook al niet met een trein, dat weet u. Als je erg belangrijk bent, zit je nooit in de trein. Ik hoop dat de huidige directeur, hoe heet hij, Koolmeester, dat hij regelmatig met de trein gaat. Maar je hebt als het vermoeden dat ze dat niet doen. En gewoon in een grote zwarte Mercedes getransporteerd worden. Waardoor ze geen 1,0 hebben, niet waar, van de dramatische toestand waarin het spoor geraakt is. Vooral voor bejaarden. Want eigenlijk is het spoor, laat ik ook een kritische noot laten horen voor bejaarden, langzamerhand totaal ongeschikt. Een vrouw heeft die heel moeilijk te been is, dat kan ik u verzekeren, dat een reis in Amsterdam en de OV, dat is een, nou ja, ik kan dat nou eens beschrijven, dat is zwaarder dan het beklimmen van de Kilimanjaro. Daar loop je namelijk gewoon boven. Niet dat ik dat ooit gedaan heb, maar volgens mij zo'n loop je gewoon boven. Dus dat wat betreft het Malibaan station. En nu kan ik u onthullen wat hier is, voordat u hier was. Die was namelijk een enorme modelspoorbaan. Ik schat in spoor O. Het was een vrij omvangrijk ding. En ik vond het als jongetje. Dat leuk dat ze daar een statuutje met die dingen. Ik vond het als jongetje echt verreweg het absolute hoogtepunt van het spoorwegmuseum. Want gek genoeg herinner ik mij niets van de rest van het spoorwegmuseum. Behalve deze ruimte. Ik vond dat iets geweldigs. En dat is er niet meer. Er is geen modelspoorbaan. Ik heb al meerdere boze stukjes geschreven. Ik waar die hebben doorgezonden aan het museum. Komt er dan wel een modelspoorbaan? En sterker nog, daar is er nog een afdeling met enkele leuke modeltreintjes. Die ook door mijn kleinkinderen op hoge prijs werd gesteld. En die is opgedoekt. Of die. Is die nu weer terug? Ik ken de enige tijd niet geweest ben. Maar ik had ook mijn kleinzoon beloofd dat er ook kleine treintjes waren. Want hij vond die grote trein eigenlijk vrij gek. Hij begreep wel dat er kleine treintjes waren. Maar zulke grote treinen, dat had hij helemaal geen bedoel van mij. Om zichzelf ook wel interessant. Dus ik hoop dat bij de reconstructie er weer een ruimte wordt gevonden voor een enorm omvangrijke modelspoorbaan.
En daarbij wil ik ook speciaal een hele reeks van verzoeken. Tegen die tijd dat u dat gaat aanbesteden, is het nuttig om mij te bellen. Want wat je altijd ziet op modelspoorbanen, is een godvergeten besneeuwd landschap. Je weet, het sneeuwt eigenlijk nooit meer. En het zijn ook altijd Duitse stationnetjes, Duitse lantaarnpaaltjes, omdat die rommel allemaal makkelijk verkrijgbaar is in de modelwinkels. Dus het moet wel speciaal een Nederlandse baan worden. Met de locomotieven van 1874. Maar ook met de wagons van 1874. En de seinpalen, de hele bliksemse boel van 1874. Voordeel is nog dat je geen bovenleiding hoeft aan te leggen. Want die was er niet. Ja, de meeste modelspoorbanen, dat die zijn. Ik heb met spoorbanen gebouwd te maken, dat is weer een wereld op zichzelf. Dat is weer een nieuwe wereld als het ware. Omdat er ook van de bogen, van de, dat zou ook waardig zijn dat u ook bogen bouwt die de werkelijkheid representeren. En als je een beetje een modelspoorbaan is, daar een moderne trein op zou zetten, dan ben je die is al gauw 10 meter lang schattig in spoorhaven ook. Ja, ik zie dat u begint te denken, hij is gek geworden, maar ik heb mijn hele leven al vanaf jongs af aan, misschien dat is geïnspireerd die door die modelbaan hier, het idee gaat, ik ga een modelspoorbaan aanleggen. Tot ik begreep dat dat niet kan eigenlijk. Dat het op de schaal waarin ik woon ook gewoon, ik doe het zo'n burgermanswoning met mijn ouders, dat je daar helemaal geen modelspoorbaan aan kunt krijgen. Dat is uitgesloten. Toen dacht ik, industriespoor. Schaal op 1, 200, dat zou nog. Met van die schattige diesellocomotiefjes. Ben je ook bij Steenfabriek geweest? Nou, ik zie wel denken, dat weet ik niet. En toen ik die kant van ook niet meer, ik weet niet of nog. Ja, er is nog één nog goed werkende steen over bij Nijmegen. Dat zou ik kunnen gaan kijken. Ja, dus ik ben enorm enthousiast met vooral het Smalibaanstation. Dat is volgens mij een heel nuttige zaak. Ik ben hier met mijn kleinkinderen al eindeloos veel geweest. Ik moet zeggen dat ik heb een half Engels, half Nederlandse kleinzoon. Die is nu 7, maar toen ik die 4 voor het eerst was, denk ik een jaar of 3 of zo. Weet ik niet precies meer. En ik liep die hal met hem binnen. En hij stond even stil. En toen rende hij die hal binnen en toen liep hij... Trains! 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 Dit is toch wel. Want mijn oudste pleinzoon ben ik ook wel eens geweest en die zag je denken van, wat moeten we hier precies? Dus hier is dit nog wel zinvol allemaal. Maar het is echt waar enthousiasme om te bekijken. Dus mijn hartelijke dank. Ik zeg, schrijf vooral door. De spoorwegen zijn een wezenlijk onderdeel van onze infrastructuur. Zoals u weet, dat hoef ik verder niet te nadruk op te vestigen. De Nederlandse overheid ervoor gezorgd voor veel te weinig investeren in die fantastische infrastructuur. Dat het nu een beetje een lamentabele boel is geworden. Dat is een hoogst tragische zaak. En ik hoop dat dat ook. Ja, dat ligt, dames en heren. Ik kan niet later ook nog iets politieks te zeggen. Van de ongelukkige neiging van de afgelopen 25 jaar. Dat Nederland voor alles, niet waar, voor een dubbeltje op de eerste rij wil zitten. Waarom kunt u geen medicijnen krijgen omdat we voor een dubbeltje op de eerste rij hebben gezien? Waarom kun je met je moeder lopen en vrouw niet naar Amsterdam met de trein? Omdat we voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten. We willen voor alles willen we een dubbeltje betalen op de eerste rij. We hebben nu ook een coalitie niet waar die wat betreft de EU ook graag voor een dubbeltje op de eerste rij kan om. Ze willen een dubbeltje terug. Een dubbeltje terug. Dus ik zou zeggen, schrijf een nieuw boek. Waarin we uitleggen moet maar, dat zaak is dat de spoorwegen weer terugkeren op het podium was zo. Dus mijn dank en veel voorspoed en wens bij het schrijven. Dank u wel.